Hoi, vandaag heb ik voor jullie mijn laatste back-to-school shoplog van de middelbare school. Want ik zit namelijk in 5 HAVO en dat betekent dat dit de laatste keer is dat ik kan shoppen voor de middelbare school. Want na dit jaar heb ik mijn examen gehaald en ben ik geslaagd. Hoop ik. Ik ben dus naar 3 winkels geweest die het dichtst bij mij in de buurt waren. Dat waren de HEMA, Gebroeders Winter en de Action. En dat waren de 3 winkels waarvan ik wist dat ze schoolspullen hadden. Ik vind dat ik best wel leuke dingen heb gehaald. Bij de HEMA was half leeg, want ik ging echt last minute. En Gebroeders Winter ga ik vooral gebruiken om pennen te kopen en zo. Dus daar ga ik later even naar terug. Dus ik heb al mijn spullen eigenlijk bij de Action gekocht. Niet bewust, maar gewoon Action had hele leuke dingen. En die schappen waren nog het meest gevuld. Dus ja, ik ga jullie laten zien wat ik heb gehaald vandaag. Maar vergeet niet eerst een like te geven. Als je die wilt geven, ik ga je niet dwingen. En te abonneren als je wilt abonneren. Of niet. Wat je wilt. Laten we beginnen met de shoplog. Dus ik ging naar de Action en ik heb mijn basis schoolspullen gehaald. Gewoon schoolspullen waarmee ik een dag kan overleven, om zo maar te zeggen. Het is nog niet alles wat ik wil halen, want ik weet niet waarom, maar ik ben schriften vergeten. Ja, ik dacht dat ik genoeg had. Dat ik vorig jaar echt 20 schriften had gekocht, maar die zijn allemaal vol. Dus ik moet straks weer teruggaan voor schriften en voor pennen, maar dat vind ik niet echt erg. Dus wat ik jullie nu laat zien is niet alles waarmee ik dit schooljaar ga overleven, maar gewoon ongeveer 3/4 van de helft. Ik mis natuurlijk nog boeken, pennen. Ik wil dit schooljaar stressvrij doorkomen. Ik wil mijn examen halen. En ook de beste cijfers ooit halen. Ik ga mezelf beloven dat ik ga plannen. Dat ik niet ga overschrijven. En dat ik niks meer uitstel. Want uitstellen, ik zeg het jullie mensen. Ik heb zelfs deze video uitgesteld. Ik ga gewoon georganiseerd blijven. Want ik ben best wel chaotisch als ik eerlijk ben. Dus daar heb je natuurlijk een agenda voor nodig. En ik heb deze gekozen. Deze heb ik dus bij de Action gekocht. Eigenlijk al mijn spullen. En dit is dus de agenda. En ik vroeg me af waarom die zo dik was. Ik dacht, wat zit erin? Plaatjes, stickers, I don't know. Maar ik keek erin en ik dacht, oh mijn god, geniaal. Elke bladzijde is dus een dag. Dus maandag 12 augustus heeft een bladzijde. 13 augustus, dinsdag, heeft ook een hele bladzijde. En daar kan ik superveel inschrijven, want ik schrijf heel groot. Ik weet dat van mezelf. Ik heb het ook geaccepteerd. Ik schrijf mega groot. Daarom is het super handig om gewoon lekker veel ruimte te hebben om dingen op te schrijven. En dan kan ik ook nog een planning maken voor huiswerk. Ook wanneer ik dansen heb, wanneer ik afspraken heb. Ik kan van alles hier opschrijven. En dat is super fijn. En ik ben echt heel blij met deze agenda. En ik hoop echt dat ik hem ga gebruiken. Want meestal stop ik echt na 2 weken. Dan denk ik, oh ja, ik onthoud wel. Ik onthoud meestal wel. Maar het is gewoon fijn om iets op te schrijven. Want dan onthoud je het beter. Dus daarom ben ik voor deze agenda gegaan. En ik hoop dat ik hem echt ga gebruiken. Maar ik denk het wel. Dan heb ik kakpapier gehaald. En dat is gewoon basic. Dat moet je bijna elk jaar halen. Maar dit jaar had ik niet echt een idee hoeveel kafpapier ik nodig had, omdat ik niet mijn boekenpakket heb geopend. Dus ik wist niet hoeveel kafpapier ik nodig had, dus ben ik maar begonnen met 1 rol. Want ja, je hebt ook nog best wel veel, natuurlijk, oefenexamens. Ja, ik vond deze kleur echt heel mooi. Ik vind het gewoon lekker fris of zo. Ik word er altijd blij van als ik het zie. Er zitten van die witte scribbles op, dat heb ik ook niet heel erg vaak gezien. Dus ja, ik ben er echt heel blij mee en ik hoop dat dit genoeg is en anders moet ik weer gaan naar de winkel. Ik weet dat ik verschillende boeken heb voor school, dat is natuurlijk duidelijk. Mijn economie lesboek is eigenlijk heel veel blaadjes bij elkaar. En daar staat natuurlijk tekst op en dat kan je heel fijn mankeren. Maar die blaadjes moeten bij elkaar gehouden worden. En dat doe ik dus met deze mat, die heb ik gehaald. En dit is, geen grap, de mooiste mat die ik ooit heb gezien. Ik vind hem zo mooi, de kleur gewoon. Ik hou hier zo erg van. Dat een beetje mermaid-achtige. En hij gaat nog door, mensen. Oh, ik vind het zo mooi. Echt. Ik ben echt verliefd op deze mat. Ik ben er zo blij mee. En het engste was, toen wist ik gewoon dat deze mat voor mijn schoolspullen gemaakt was. Als je hem open doet, lijken deze scribbles heel erg op mijn kakpapier scribbles. Ik heb dus een oude mat. En dat is deze. Waarom ik deze heb gehaald is omdat ik hem in het begin vorig jaar dus best wel schattig vond. Ik had sowieso een mat nodig, want ik had het jaar ervoor, in het tweede, had ik dus geen mat. Maar toen ik er
mee op school kwam, dacht ik, nou, ik vind hem eigenlijk niet zo leuk. Als ik heel erg ben. Maar ja, hij is best wel schattig. Oké, het heeft een plek in mijn hart gekregen. Dit is de methode eigenlijk. Gewoon alleen maar blaadjes. Voor wiskunde heb je natuurlijk een script nodig. En ik ben voor dit collegeblok gegaan. Met 10 bij 10 vakjes. Dus 1 centimeter ongeveer hokjes. En ik vind het heel erg fijn. Vooral met het tekenen van grafieken. En het handige aan collegeblokken is dat je het eruit kan scheuren. Dus ik kan ook als ik mijn collegeblok bij me heb en ik heb blaadjes nodig voor in mijn economie map, dan kan ik ze er altijd uitscheuren en er gewoon in plaatsen. Dus ja, deze heb ik gehaald. Ik wilde eigenlijk sinds de eerste, geen grap, al zo'n soort ding halen. Alleen ik wist van mezelf dat ik het gewoon niet ging gebruiken. En nu had ik mezelf beloofd dat ik ging plannen. En ik heb dus dit gekocht om me extra te motiveren. Ik hoop gewoon dat ik het ga doen. Ik hoop echt dat ik het ga gebruiken. Hier heb je een heel groot flap. Daar kan je van alles opschrijven. Misschien wat je vandaag moet doen. Dat kan je bij today schrijven. En dan heb je hier labels. En dan heb je een reminder. Nog een label met go for it. En nog 2 blanco labels. En dit groot schrijfblok kan ik gebruiken om misschien oefen... vragen op te maken of een klad verhaaltje of een klad opdracht. En het leek me heel erg handig, want je kan het er natuurlijk vanaf scheuren en ergens op plakken. Kijk even hoe mooi het is. Goud en dan met die bloemetjes. Oh, love it. Het is het laatste wat ik heb gehaald en misschien het leukste. Ik heb een avocado eten hier gehaald. En ik vind hem zo leuk, want ik hou van avocado's. Ik vind ze super lekker. En ik zag dus deze avocado etui. Die had ik nooit ergens gezien. Maar het past zo erg bij mij. Dus ik moest hem halen. Dat is deze etui. En dat is alles wat ik heb gehaald voor school dit jaar. Maar ik wil even iets laten zien. Dat is mijn zus haar schoolspullen. Ik weet dat ik dit zo vaak doe. Ik had het ook in mijn Batavia shoplog. Had ik gewoon mijn zus haar kleding laten zien. Maar ik heb de kleding van mijn zus even gestolen voor deze shoplog. Maar haar spullen, zij heeft er echt... werk ingestopt, maar ik ga even laten zien wat zij heeft gedaan. Lijkt dit niet een professioneel merk of zo? Dit lijkt gewoon een match nog en alles. Dit zou je zo in de winkel kunnen kopen. En dit was het einde van deze video. Heel erg bedankt dat je bent gebleven tot het einde. Ik kan het eigenlijk gewoon niet geloven, want ik praat heel erg veel. En als je tot het einde bent gebleven, plaats dan een emoji achter je comment. Gewoon je favoriete emoji. Mijn favoriete emoji is waarschijnlijk gewoon de hartjes emoji. Die gebruik ik nu het vaakst. En ik wens alle examenleerlingen super veel succes. En de brugklassers ook heel veel succes met het begin van de middelbare school. Je gaat een leuke tijd tegemoet. En de examenleerlingen, we gaan allemaal slagen. Dit wordt het beste jaar ooit. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!